De Laakhaven, een vergeten gebied, grenzend aan het centrum van Den Haag. Ingesloten tussen water en spoorlijn, heeft de Laakhaven deze eeuw achter de schermen mede het beeld van de stad bepaald. Een karakteristiek haven- en industriegebied dat men eerder in Rotterdam of Antwerpen zou plaatsen. De gunstige ligging van het gebied betekende dat de Laakhaven zich in de loop van de eeuw kon ontwikkelen tot het belangrijkste industriegebied van Den Haag. Pas in de jaren 70 stagneerde de bloei van één der grootste binnenhavens van Nederland. In de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde Den Haag zich als een centrum van handel en industrie. Voor velen in de stad was dit de bron van bestaan. De scheepvaart ontwikkelde zich in die tijd als de voornaamste vervoerstak. Den Haag met haar smalle en ondiepe grachten kon daar nauwelijks gebruik van maken. De grote binnenvaartschepen konden de stad niet via de belangrijkste waterverbinding tussen Delfshaven en Den Haag bereiken, omdat de vliet bij Delft te ondiep was en de sluis bij Leidschendam te klein. Het overladen op kleinere schepen, de zogenaamde haagvaarders, was noodzakelijk, maar had vaak materiële schade en tijdverlies tot gevolg. Een weerwar van scheepjes op de trekvliet bij Den Haag zorgde voor veel aanvaringen. Vertraging bij een van de vele bruggen of vastlopen in de overvolle grachten was aan de orde van de dag. Verbetering van de waterwegen en de aanleg van een haven aan de toenmalige stadsgrens leken onontbeerlijk. Na enkele epidemieën kwamen er ook hygiënische argumenten boven water om de smerige stadsgrachten te dempen. Het grachtenstelsel werd onder andere benut door de beurtvaart. Voor deze ondernemingen en voor de groeiende industriële sector was een nieuw onderkomen pure noodzaak. Na jarenlange studie en voorbereiding kwam de gemeente in 1891 met het plan een havenkanaal aan te leggen binnen de stadsgrenzen vanaf de trekvliet. Het kanaal zou worden voorzien van 3 havenarmen. De industriewijk zou in de buurt van het spoor moeten liggen. Pas in 1898 kon er met de aanleg worden gestart. Niet, zoals soms werd beweerd, om van Den Haag een handelsstad te maken. Het doel was om te voorzien in de behoeften van de bestaande handel. Er werd begonnen met de aanleg van een toegangsweg van de Rijswijkseweg naar de toekomstige haventerreinen. Kort daarop volgden de sporen ten behoeve van de zandaanvoer en werd er een aanvang gemaakt met het graven van de zogenaamde voorhaven. Het kanaal tussen de Trekvliet en de Rijswijkse Weg. De brug aan de Rijswijkse Weg, gereed in 1901, werd 22 jaar later al vervangen door een elektrisch aangedreven basculebrug met een elektrische doorhaalinrichting. Om die schepen te versnellen, die werden ze bij de molen losgegooid. En dan moesten ze op eigen kracht verder zien te komen. En dan had je onder die brug liep een ketting met haken. En dan stond er in de kelder van de brug stond er een elektromotor te draaien. En die trok ze dan eventjes gauw een stukje onder die brug door verder.
dat ze sneller onder de brug door, dat het verkeer vlugger doorkom. Maar toen had je ook, geloof ik, nog 5 brugwachters op die brug. Had je brug, ja, had je brugwachters, die moesten dan die lus aanpakken van die staaldraad, van die kast, om aan die haak te doen. En dan had je ook brugwachters om de bomen dicht te doen en open te doen. En eentje die de brug bediende. Dat kan ik me eigenlijk nog wel herinneren. Dan moesten wij met de voorhaalder, of de doorhaalder, dat is dan een steiger stond er naast de brug. En er stond zo'n grote motor op dan. En hadden we zo'n zware ketting tussen de brug. En dan trokken wij de schepen met die ketting door die brug heen. En dan, als ze door de brug was, dan was dat sleepbootje van Jansen, die deden ze dan aan de kant. Het zou tot het eind van de 20e jaren duren eer de Laakhaven haar uiteindelijke vorm zou krijgen. Langs het hoofdkanaal en de zijarmen strekte het haventerrein zich uit. Het zal 1913 geweest zijn. Nou, toen waren er helemaal geen machines. En daar ben ik in opgegroeid. Toen was het allemaal handwerk. En had je zo'n man of 20 personeel. Maar ja, het loon was toen nog geen 20 cent per uur. Dat geven we tegenwoordig niet vergelijken. Want mijn vader die kwam toen nog eens op een vergadering van steenhouwers. En toen waren er nog 17 bedrijven, steenhouwersbedrijven hier in de stad. Ja, ik geloof er nou maar 3 zijn. Een jongen van een jaar of 14. Ja, ik kwam van mijn 13e jaar van school af. En dan ging hij gelijk al aan het werk. Dan ging hij gelijk het vak leren, zou ik maar zeggen. En toen was het een heel ander leven als tegenwoordig. Een politieagent, daar had je ontzag voor. Dat moest toen de tijd dus een steen naar een agent zijn kop gooien. Man, en dan kreeg hij levenslang. Ik ben dikwijls bekeurd hoor, door een politieagent, want ik zal nooit vergeten, het was agentje 481. Wat had hij op zijn pet staan? 481. En die zat me altijd dwars. De gronden werden in erfpacht uitgegeven. Mede dankzij wervende folders kwamen bij BMW vele aanvragen van ondernemers die zich wilden vestigen. Het werd steeds aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen. Zeker toen vanaf 1927 de belangrijkste straten een aansluiting hadden op het spoorwegnet. Toen reed de trein nog hier door de straat, door de Leegwaterstraat. Dus toen kreeg je, als je een wagon warmer kreeg, dan zetten ze hem al voor de deur. Ja, dat scheelde een stuk. En dan ging je met een man of 8, loste je die wagons. Dan maakte je zo een, met bind een afloop, zou ik maar zeggen. En dan met ijzers en dan tilde je die platen op en die bracht je zo naar binnen. Thank you.
Fenjekade was bij uitstek het territorium van de buurtvaart. Een door de overheid gereglementeerde vaste vaart op gezette tijden naar vaste bestemmingen. Op de vastgestelde tijden werd altijd gevaren, of men nu lading had of niet. Het was als het ware een lijndienst voor zowel personen als goederen. Nou, dan werd er gelost en geladen, maar meestal stukgoed, de vaatjes, de zakken en kisten. Maar meer niet. Die voeren niet bepaald één soort vracht. Die hadden voor jou een boodschap of voor die een boodschap. Voor de kar rijden hier een baaltje suiker of een vaatje met stroop of een vaatje met drank. Nou ja, dan had je hier de distilleerderij, Henry Fleck. Je had hier de bierbrouwerij van de ZHB. Nou ja, dan had je aan de Veenkade nog een bierbrouwerij. En daar ging ook bier naartoe. En dat kwam geloof ik weer uit Amsterdam. En dan had je de Oranjeboom, dat kwam uit Rotterdam. De demping van de grachten noopte de beurtvaarders hun handel te verplaatsen. De schippersbeweging moest de stad uit om met de bouw van nieuwe pakhuizen en opslagplaatsen noodgedwongen de rond de Laakhaven gelegen gemeentegronden in exploitatie te brengen. Het was natuurlijk erg druk met halen en brengen. Want wij brachten ook wel eens marmerwerk of hardsteenwerk. En dan ging ik naar de boot en die gingen dan naar Delft en zo. Dat was toen halen en brengen. Je kreeg ook dikwijls spullen aan met de boot en dan gingen we daar halen. Ja, dat was... Je had toen Vrijlink en Van Putten. Dat was ook een groot bedrijf aan de Laakhaven en Varenkamp. Varenkamp en dan Hoge Raad de Wesselo en Hoge Raad zelf. Dat waren toen wel de hoofdpersonen aan de Laakhaven. Ja, je had daar veel binnenvaartschepen. Boelhouwer van de Schaart had je. Daar leggen nu allemaal woonschepen hoor, dat is aan die leegwaterkade. Maar dat waren allemaal pakhuizen toen. Allemaal met stukgoederen. Je had Boelhouwer van de Schaart en dan had je ook had wat met Rotterdam te maken. En dan had je hier had je Boelhouwer en Van Leeuwen. Die had je ook op die Galingenkade. Die hadden allemaal daar eigen stuk goederen. En dat was een hele drukke bedoeling hier hoor. Nou, paardenwagens, arme vrachtwagens, alles reed joh. Al snel kreeg de havenarm aan de Fenjekade en de Leegwaterkade de bijnaam het Beurtgat. Restanten van dat bedrijvige verleden zijn hier nog zichtbaar. Zo sierden de wapens van de steden waarop men voer de gevels. Het moet een drukte van je welste geweest zijn. Goederen die op de kade liggen te wachten, het af- en aanvaren van boten, handkarren, paard en wagens om goederen af te halen en wachtende passagiers. Aan het einde van de jaren 30 lijkt de beurtvaart het definitief van het concurrerende wegvervoer te verliezen. Tonnage van het beurtschip woog niet op tegen de snelheid van de auto. Door de vele heffingen zoals brug, sluis en lichtgelden was het vervoer over water in verhouding tot het wegvervoer ook een stuk duurder geworden. De trend zet zich door tot na de Tweede Wereldoorlog. Beurtschippers behoren dan tot een uitstervend ras. Scheepvaartverkeer, dat is hoe langer hoe minder geworden. Want ja, een schip die vroeger bij Heus kwam om meel te brengen of wat dan ook, of graan, dat is er niet meer. De melkfabriek van de Sierkan is er ook niet meer. Dus al dat scheepvaart, dat is verdwenen. Daar komt niks meer. En nu komt er dan het laatste deel van de Laakhaven nog wel eens een enkele keer een zandschuit, want die elevators die staan er nog waaronder die vrachtwagens geladen worden. Maar dat is allangs minder. De komst van de industrieterreinen aan de Laakhaven was voor de economische ontwikkeling van Den Haag van levensbelang. Zowel beginnende als bestaande bedrijven liepen warm voor de gunstige ligging aan spoor en waterweg en de ongekende mogelijkheden tot expansie.
Een van de eerste bedrijven was J.B. van Heist Metaal, Stamp en Perswerken. De fabriek van Van Heist, dat noemden ze de armen- en benenfabriek. Ik meen dat die ook defensieopdrachten maakte. En daar gebeurden nog wel eens ongelukken, vandaar die naam, armen- en benenfabriek. Van Heist heeft zich na de oorlog geheel toegelegd op de fabrikage van radiatoren, cv-ketels en stalen ramen. Ondanks een goed gevulde orderportefeuille werd het bedrijf in 1967 failliet verklaard. De baas gevlucht, de werknemers op straat. En toen kwam de bank en die zei, joh, moet je luisteren, je kan iets maar één keer verkopen, hop, met die centen. Ja. En het pensioenfonds kreeg niks. Ze hadden het de eerste keer niet verkocht, maar ze hadden het beleend aan de bank. Zo is het. Ja, die en ze kan iets dus niet belenen en het dan weer verkopen. Maar jongens, ik weet het, het is moeilijk, maar ik heb er steeds tussenin gezeten. En je kan niet alles vertellen in de fabriek. Jongens, want als je hier dus al maanden op een vulkaan leeft met een stelletje directeuren die zo gemeen zijn als morgen de hele dag, wat verlang je dan van ons? Wat verlang je van ons? Dan moet je ze dus achter elkaar in de Laakhaven gooien en onderhouden. Jongens, ze hebben er eigenlijk aan verrijkt allemaal. Het is heel eenvoudig begonnen met oversmaken, maar dat liep niet erg goed. Mijn man had één man in dienst en hij had bij Hus gewerkt, maar mijn man was geen figuur om bij Hus te werken. Dan was hij zogenaamd bedrijfsingenieur, maar dan moest hij de stoomketels controleren of de druk niet te hoog was en dergelijke. En toen is hij voor zichzelf begonnen, heeft hij een paar mensen meegenomen. Nou, en zo is begonnen, die ovens waren een fiasco en toen is hij dus constructiewerk verder gaan doen. Het beroemde bruggetje bij de Trekvliet, ja, dat was het succesnummer van de fabriek. Maar het ging goed, na de crisistijd natuurlijk hoor. Het bedrijf breidde zich uit, kantoor erbij. Nou ja, er kwam een kantine en er kwam van alles. Keihard werken en fatsoenlijke mensen. Dat is hetgene wat me het meest is bijgebleven. Ja, zout in de pap. De verffabriek van Van der Doel en Fraai, een van de pioniers uit de beginperiode, was gevestigd aan de derde Van der Kunststraat. De firma was afkomstig van de Hoefkade, waar ze lange tijd een groothandel in verfgrondstoffen dreef en een beperkte verfproductie had. Men wist er uitstekend met het personeel om te gaan. Een uitstapje naar Duitsland was in die dagen iets heel bijzonders. Er werd dan ook zichtbaar van genoten. Van der Doel en Fraai werd in 1972 omgezet in een BV met de naam Doel Fraais Lakfabrieken en bevindt zich nog altijd in de derde Van der Kunststraat. Het beroemdste product van Den Haag, het Haagse hopje, werd vervaardigd bij de firma Rademakers Cacao en Chocoladefabrieken. Naast het Haagse hopje werden hier vooral bonbons en chocolade in tabletten gefabriceerd. Uit deze smakelijke beelden blijken de toen al zeer geavanceerde productietechnieken. In 1937 betrok de fabriek dit veel kleinere pand aan de Waldorpstraat. Hier werden de Haagse hopjes tot in de jaren 70 vervaardigd. De daling in de chocoladeomzet maakte het noodzakelijk het bedrijf te verkopen aan de Koninklijke Drostenfabrieken. Vanaf die tijd is er nog slechts sprake van een Haarlems hopje. De kinderen die pikten hier ook nog wel eens een stukje snoepgoed mee. Die schepen vervoeren kandij en borsthoning. Ja, daar werd wel eens van gepikt en er werd ook wel eens een zak kapot gesneden. En aan de vaten werd er ook wel eens
Ja, had je die stroopvaten, de honingvaten, ja, die lekte dan en ja, dan had je er ook een snoepje. Vele bedrijven kunnen de revue passeren. Zowel Doranjeboom, Amstel als Heineken hadden vestigingen in het Laakhavengebied. Op het oude Heineken-terrein bevond zich later een afdeling van de gemeente Reiniging. De wagens van melkinrichting De Sierkan waren in heel Den Haag een vertrouwd beeld. De firma Dan aan het Leegwaterplein maakte aanvankelijk aluminium melkdoppen. Tegenwoordig legt het bedrijf zich vooral toe op wegwerpschaaltjes uit aluminium. De broodfabriek van Hus had vele vestigingen in Den Haag. Eén daarvan was aan de Waldorpstraat. Van daaruit werden allerhande bakproducten over de stad verspreid. De fabriek trad naar buiten met een frisse jaren 50 film waarbij de kijker een indruk krijgt van het productieproces. Oh, zo doe ik het thuis ook? Ja, wat dacht je dan? Hus bakt net als iedere goede huisvrouw, alleen dan in groot. Het gemeentelijk slachthuis werd in 1911 in gebruik genomen. Gedurende het bestaan heeft het altijd een prominente plaats gehad. De bijzondere vormgeving van de gebouwen, ontworpen door gemeentearchitect Schade, maar ook het indrukwekkende straatbeeld van opgejaagde dieren waren daar debet aan. De grote hoeveelheid bedrijven die min of meer betrokken waren bij vleesvervoer of vleesverwerking maakten het indrukwekkende beeld compleet. Oh, wacht even. Dan krijg je het slachthuis. Dan kwamen die koeien, die kwamen aan. Maar die kwamen aan bij het postkantoor is, nu. En dan kwamen die koeien. En die koeien die gingen door de Waldorfstraat. Ja, die werden zo gedreven. En dan ging dat hele zootje, dat ging via die Waldorfstraat. En dan ging dat slachthuis op. Want dan kon het wel eens gebeuren dat er een koe of twee of drie, en die sprongen het water in. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. En dan gingen ze aan de overkant. Want een koe kan goed zwemmen hoor, dat heb ik nooit geweten, maar dat ben ik toen te weten gekomen. En het is ook wel eens dat als ze hier aankwamen, over die trekweg. En doordat ze die galeringen elkaar dan opholden, dat ze niet te halen waren, en dat ze in het water in sprongen en aan de overkant. En dan moest je de hele binkels in de grond in. En dan moest je die koe op gaan halen. En dan liep hij gemak in de overkant, liep hij te grazen, had je in de schuine kant. En dan schijnt hij uitgeklaterd te zijn. Ja, dat is een toestand geweest. In de jaren 70 waren de gouden tijden van het slachthuis definitief voorbij. Technische verbeteringen, waaronder de koeling op vrachtwagens, maakten het mogelijk om in verder gelegen, goedkopere slachthuizen zaken te doen. Na verschillende reddingspogingen viel in 1985 definitief het doek. De restanten van het complex staan er nog, als reliquieën van een bewogen verleden. De oorlogsjaren waren vanzelfsprekend zwaar en moeilijk. Er was grote schaarste en veel bedrijven werden gedwongen om arbeid voor de bezetter te verrichten. Ook onder het juk van de Duitsers ging het gewone leven door en werden er wielerwedstrijden georganiseerd. In Den Haag werd na lange tijd weer het laagcriterium verreden. De profs rijden 120 ronden van 1020 meter. Hoge belangstelling. De werknemers van confectiekledingfabriek Gazan kregen nog eens een hart onder de riem gestoken. De Textielarbeidersbond sprak op een bedrijfsappel dat gehouden werd voor het personeel van de confectiefabriek Gazan in Den Haag. Hij zeide dat alleen eensgezindheid en gemeenschappelijke strijd tot het beoogde doel kunnen voeren. Menselijk leed, schaarste, honger en ellende kenmerkten het laatste oorlogsjaar. Maar
Maar dan kreeg ik in de gaten tot die paardenwagen. Die ging met lege gemellen weg. En dan doken wij als kind op die wagen, maar die ging naar de Laakhaven toe. En dan werden die allemaal op die platboom gegooid. En dan heb ik nog een filmpje van die bezetting, heb ik dat gevolgd. Ik denk, krijg dat best, sta ik te kijken. En dan zie ik die laatste van die hongerwinter en met die gemelde toestand. En dan zie ik mij gestaan daar, als kind zijnde. Want je had altijd een lepel en een mesje, dat had je altijd, dat spullen die had je bij je. Dat was om spullen open te snijden. Dus... En dan zie ik mij als kind daar, als jongetje van 8 jaar in die gemelde. Ja, zo dik natuurlijk, want... Tijdens de waai dik was wel zonder jeugd natuurlijk, en voor de rest ging het wel. De jaren 50 waren mede dankzij de Marshallhulp voor vele bedrijven topjaren. Met name de metaalindustrie en de bouwondernemers profiteerden van de wederopbouw. De scheepvaart moest steeds meer plaats maken voor andere vormen van vervoer. Alleen voor het vervoer van zand, grind en andere bouwmaterialen bleef de Laakhaven belangrijk. Langzamerhand werd het gebied volgebouwd. Uitbreidingsmogelijkheden waren er alleen nog in de hoogte. Vandaar de zogenaamde industrieflats in die tijd. Inmiddels waren de schepen weer groter geworden en herhaalde de geschiedenis zich. De toegangswegen waren te ondiep, de doorgangsmogelijkheden te krap. Actie werd ondernomen om de problemen te overwinnen. Zo werden alle bruggen vervangen en verbeterd. En wat natuurlijk het Laakhavengebied is op het ogenblik, dat is een tippelgebied geworden voor de prostitutie. En die enkele mensen die daarna wonen, die vinden dat helemaal niet leuk. Want als je dochter of je vrouw de straat op gaat en ze worden onderweg aangesproken, dat is nou niet bevorderlijk voor de goede gang van zaken. De scheepvaart werd minder belangrijk en de erfpachten liepen af. Vele bedrijfspanden kwamen leeg. Voor een groot gedeelte werden de plaatsen ingenomen door bedrijven die elders in de stad niet meer gewenst waren. Het onderhoud aan de panden liep achteruit. Het geheel maakte een verlaten en verwaarloosde indruk. Er werd niet meer geïnvesteerd in een gebied met een onzekere toekomst. Zoals in de jaren 60 de gemeente toekomstplannen maakte, zo wordt ook in de 80er jaren onderkend dat er iets moet worden ondernomen. Meneer de voorzitter, ik spreek zeker namens mijn fractie, wanneer ik u verzeker dat wij bijzonder verheugd zijn dat hier een plan voor ons ligt om onze stad modern te houden en leefbaar te maken voor onze kinderen. Daar staat tegenover, dacht ik, dat omdat we hier al heel veel grond hebben, wij niet zo heel veel grond aankopen meer hoeven te doen en vermoedelijk ook geen onteigeningen zullen hoeven toe te passen, zodat dat wel weer een versnelling met zich mee kan brengen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar heb u nou enig idee, globaal, hoe lang dat duren kan? De mogelijkheden van het gebied zijn geïnventariseerd. Er zijn plannen ontwikkeld om de bestemming van grote gedeelten van de Laakhaven te herontwikkelen. Een nieuwe Laakhaven met nieuwe functies, beter afgestemd op de huidige eisen, rechtdoend aan de kwaliteiten van het gebied met zijn gunstige ligging en eenvoudige bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Hoogwaardige kantoor- en bedrijfsruimtes, woningbouw, onderwijsinstellingen, horecagelegenheden en winkelgebied met avondverkoop moeten het gebied nieuwe impulsen geven. Als je ergens 78 jaar zit en woont en altijd hard gewerkt heb voor dat bedrijf hier. En je moet op zo'n manier weg. Nou, en wat komt er voor terug? Nou, dat... De Laakhaven, zoals het was, met de buurtschepen, het slachthuis en de beroemde broodjes van Dopmeijer, mag een gesloten boek genoemd worden. De scheepjes in de haven zullen niet langer het beeld bepalen. Een scheepje in de havenland. De Laakhaven zal veel van haar karakteristieken behouden en ook in het toekomstige Den Haag een belangrijke plaats innemen. Oh ja.